Dag en welkom bij Flower TV. Dit is een van de beste hotels in Den Haag. En dat is Tom Verzijl. Bloemist, maar vooral ondernemer. Drie keer raden wat hij hier komt doen. Tom, Crowne Plaza. Hoe kom je nou aan zo'n klant? Nou, dat is simpel. Ik ga er naartoe met een vaas bloemen. En dan zeg ik van, nou, dat is misschien een leuk idee om dat hier op de balie te zetten. En dan kom ik volgende week terug. Dan praat ik er met u over of dat u het vindt om hier wekelijks bloemetjes te leveren. En dat heb ik bij het Crowne Plaza gedaan. En wij leveren daar nu inderdaad iedere week bloemen. Gewoon een hele slimme tactiek. Het is eigenlijk een slimme tactiek, maar ook een hele eenvoudige tactiek die voor ons bloemisten goed uit te voeren is. En ben je op die manier ook aan andere klanten gekomen? Ja, eigenlijk op dezelfde manier. Je kijkt naar de bedrijven in de buurt, je neemt een vaas bloemen mee en maakt gelijk een afspraak voor de volgende week. Nou zijn het een beetje moeilijke tijden, dat weten we allemaal. Heb je daar ook echt last van? Tuurlijk, we merken er allemaal wel wat van. Maar op deze manier even aan de weg te timmeren, komt er vanzelf weer werk terug. Dus creatief zijn en hard werken. Ja, eigenlijk onze talenten buiten de deur ook laten zien.